Goedemorgen, Bob. Goedemorgen. Ja, gaat wel goed? Ben je met de klant bezig? Ja, waar lijkt het op? Ik probeer iets te bereiken bij Van der Lely. En er moet gewoon een manier zijn om met hun in contact te komen, maar... Dan 975,40 euro, alsjeblieft. Het is toch gratis? Nee, dat is alleen bij Albert Heijn. Hey, Hoofdpunt hier, vanuit het zonnige Spanje, een kort berichtje. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 12 november, want dan komen we weer naar Nederland toe. Met Americo, alle pakjes, alle pieten en Sinterklaas niet te vergeten. Sinterklaas zit trouwens nu even aan zijn Spanjobo-thee. Ik lees hier ook de informatie dat u verliefd bent op... Marijke de Boer. Bent u ook verliefd op Marijke de Boer? Jazeker. En echt gewoon echt verliefd? Of ja, echt verliefd. Heel erg. En toen jullie elkaar leren kennen, wie nam het initiatief? Menno 2, zij. We zouden eigenlijk sowieso een treintje moeten aanleggen. Een treintje? Op kolen neem ik aan? Nee, joh. Nee, op elektriciteit natuurlijk. We zitten in een natuurgebied. Ja, de natuur zit echt in je bloed, hè? Hallo? Zijn ze er al? Nee, majesteit, ze zijn er nog niet. Yes! Soms moet je gewoon dat beetje extra uit de kast halen. Welkom bent u wel bij Agis Zorgverzekeringen. Agis accepteert iedereen. Probeer het keyless coaster maar eens. Harman Kardon sound system hier. Ja, sorry, we doen het heel erg zeer, maar... kijk, dit is een chihuahua. Zie je dat? Ja, het is 10% korting, nu, tot en met zondag, op alles. Ik moet even naar Weekamp gaan, op het internet. Op herenkleding, dameskleding, maar ook kinderkleding, ook dvd's. Klinkt goed, hè? Ja, dat dacht ik ook. In Nederland weten we al heel lang de belastingaangifte... Au! Laat ze! En mee! Nog één keer! En dan maak ik zo'n klein patatje van je Frankie Boy. Ja, dat is helemaal niet. Je had over dat gat in de muur. Slaat volledig door en werkt Roos met grof geweld zijn huis uit. Ja. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ik weet het. Om eerlijk te zeggen... Het voelt het eigenlijk ook wel goed. Ja, weet je... Het is natuurlijk toch iets wat dat jarenlang eigenlijk elke dag door mijn hoofd heen is gegaan. Ja. Die vrouw en ja. Maar nu voelt het gewoon eigenlijk wel als een soort boetedoening. En zoals het zo mooi heet. Ja. Dus boos. Nee, niet echt meer. Nee. Het is geheim, hè? Ja, oké. Dag! Toch heb ik het idee dat ik die man ergens van ken. Maak ze gek, Stef. Het is altijd lachen met jou, hè? Ja, enorm lachen. Ja, dat is een geitmolen. Ja, het is lachen.